Pracht en praal tussen de muren van het oude raadhuis in Winkel. In 60 jaar tijd heeft Carina de meest bijzondere flessen verzameld. Ruim 7000. Je moet toch altijd stoppen op je hoogtepunt? Maar na bijna 30 jaar is het over voor Carina van Zonen. Klaar met verzamelen en klaar met rondleidingen. Nou, lichamelijk, hè. De fysiek, de accu is een beetje op. Mijn rug is heel slecht en weet je, ik red het gewoon niet meer. Alles moet weg. Alleen de mooiste stukken van de verzameling gaan naar een veiling in Parijs. Verdrietig daarvan. Ja, een beetje verdrietig. Maar dat laat ik niet blijken natuurlijk. Kijk, ik vind dit heel mooi. Dat is een ontwerp van René Lalique. Daar hangt zijn foto trouwens. En die had iets met de natuur of met mythologische vormen. Weet je, en ik doe alles wat verkeerd is, want je mag geur nooit in het licht zetten. En zeker niet in de warmte, maar hij staat warm en in het licht. Dus niemand kan hem meer gebruiken. Maar ik heb hem ook om naar te kijken. Een paar flesjes mogen mee naar Huizen van Zonen. Ik neem alleen, ik denk nu, van twee hele kleine flesjes. Eentje van Boldo, dat is een Nederlandse firma geweest. En dat flesje is uit eind 1800 met een doosje en dat vind ik heel erg mooi. Ja, en misschien om het te completeren een verdwaalde mooie oude poederdoos. Ja, maar ik moet ervoor passen dat ik niet weer begin, hè.